the culture of the passion season in Holland is so special, really. It's hard for someone to understand when they first come to Holland, I think. I had no idea what Naarden was. So all of a sudden you cross this water and you come to this little town, and then you are faced with this enormous church, this beautiful church here in Naarden. I mean, when you look at your schedule and someone says you're going to do 5 performances in Naarden, where's Naarden? I don't know what that is. So yeah, it is extraordinary that you come to a relatively small place with such a large tradition and such large audiences. It's an incredible thing. With the Bach Friedrich, we do many performances through the year, but when we do the Matthew Passion, something special changes in you. It's sort of like a pilgrimage every year to come here. מרגישים חלק מהעיירה אחרי כל כך הרבה שנים של ביצוע של הפסיון בנארדן. Dat is hier fantastisch om te spelen. De sfeer is heel anders dan in een andere gewone zaal natuurlijk. Internationaal natuurlijk. De mensen, Nederlanders, Belgen, uit Frankrijk komen ze. Overal vandaan. Ja, en dat is een hele leuke, bijzondere sfeer. Performing it in a church is also, I mean, that adds another element of how special it is to me. Nou, ik denk dat dit toch wel een behoorlijk ideale akoestiek is. Waarom zijn die concerten hier ook? Dat is destijds is de Bachvereniging uit het concertgebouw vertrokken, afgesplitst. En hebben in deze kerk opgezocht omdat het zo'n geschikte kerk is. Is dat licht tijdens de uitvoeringen wat langzaam verandert? Die fantastische plafondschilderingen hier, die ook het passieverhaal weergeven. Dus scène voor scène voltrekt zich in de muziek, maar voltrekt zich ook in afbeeldingen boven ons hoofd. Dat is zo'n prachtige combinatie van elementen. Het is zo mooi om al iets gewoon op die manier ook dichter bij de geschiedenis te staan. And for me to come to a church where that's been standing since the Middle Ages, and to be in a country where there's things from the 11th and 12th century, it's great. And for an early musician, very inspiring, really. Monumental piece of music, and for the 3 hours that it takes, you go through a whole process. Your whole body, your whole mind changes. You're taken on a trip. You're taken through this story. It's so well written. It's so, yeah, the music and the storyline, the drama, they complement each other so well. It's so full of emotion, full of meaning. Even without text for me, it would still be full of meaning. Welk muziekstuk kan je zo vaak achter elkaar maar horen zonder dat het eigenlijk verveelt? Dat is bijna onmogelijk, maar dat heeft Bach toch ook maar weer voor elkaar gekregen. Ja. He's like a great film writer. He knows exactly what to do to bring the emotions, to bring the picture of the music. To bring it forward so the listener can really imagine what the words are trying to say. He illustrates the text with the music, something like when one of the disciples pours water onto his head. You know, he illustrates it with falling tones. Dan is de tekst of omdat hij naar dat ze een berg op gaan en dan hoor je cello's een partijtje die zo. Natuurlijk, de rhythm lijntje omhoog doet. Zo grappig om te horen. Hij beeldt gewoon dingen uit in de muziek die in de tekst ook gebeuren. Iedere aria, als je de tekst goed meeleest, voel je eigenlijk die tekst in de noten weer terug. Dus compositorisch is het zo goed geschreven. En
beleef je de handelingen mee of eigenlijk de woorden mee. Het is heel goed getimed, hoor. Heel goed getimed. Nou, je kunt je wel voorstellen, als je een lang stuk beluistert, dan komt er altijd een moment waarop de aandacht wegzakt. En als je direct daarna iets bijzonders produceert als componist, dan is alle aandacht er weer. En dat heeft hij heel goed gedaan. Het is alsof een heel goed theaterstuk of een heel goede film die je vaak hebt gezien en die je opnieuw bekijkt. En dan plotseling raak je in andere aspecten en dat... Dat is eigenlijk ook bij deze muziek die wij zo goed kennen natuurlijk. Dat is eigenlijk, het laat zich niet vangen. Het is ook, Bach schrijft altijd in heel veel lagen. En soms blijf je wel eens in één laag hangen. En soms ineens heb je het gevoel benauwd van, hé, nu ben ik ineens ergens terechtgekomen waar ik nog niet was geweest. En dat gebeurt zomaar op een uitvoering. Dus dat is zo bijzonder aan die wereld van Bach, die blijft ons eigenlijk altijd voor. This music is very moving, and in that way it's so special to play it, because the drama has been set up for you and you just go. Het is heel ingrijpend. Yeah. All the best performances come from something you can find within yourself. I mean, all human emotion hasn't changed really in hundreds of years. All the basic emotions of love, loss, jealousy, anger are the same. And unless we walk through life in a constantly happy, blind state, we all have these things in our own lives that we've drawn. And I think that's the same for any performer, actor, musician. And it's vital that you bring those aspects of your own life into your work so that you have a real grounded sense of reality. Otherwise, it's just pretend. Het feit dat iemand zelf een keuze maakt, wil zeggen dat het een initiatiefvol persoon is die ook een idee heeft en die ook een opvatting heeft. En ik heb erg graag mensen van dat kaliber in het ensemble. Omdat dat natuurlijk tot betere resultaten zal leiden als kleurloze mensen die dat juist niet doen. It gains so much power when everybody has their own personality and their own thing to say. De manier waarop wij werken is natuurlijk risicovoller. Je hoort er ook wel eens iemand los bovenuit. Maar als dat dan heel erg expressief is, wat is daar tegen? Dus dat is een heel interessant muzikaal spanningsveld, laat ik het zo zeggen. The intimacy of the small ensemble somehow makes it even more noticeable and more powerful when there's a really gritty, really tense moment. Then it has more meaning. It was a big change going from big choir down to a small choir, or where you have soloist singing. But funny enough, when you're performing the music, you adapt to the change of sound. Funny enough, now when I go ahead and do music of Bach with a big choir, it seems very strange. And you miss a sort of a personal element from each line. You can't be timid no matter what you do. You have to play, you have to give everything you've got, and if it goes well, it's the most beautiful thing in the world, really. All searching for the same thing, and we're searching for the meaning of Bach's music, how to perform it best. So not like a symphony orchestra where you're playing one week Stravinsky and the week after that Bach and then Shostakovich.
Our group is centered around one person, his music. And so I think we're pretty much all on the same line as the direction we want to go. En het is ook leuk om met ook mensen te spelen die gelijkgezind zijn. Dat wel. Het zijn allemaal mensen die hier zijn niet omdat ze hun vak goed uitoefenen, maar ook omdat er een consensus over wat je wil doen en hoe je dat wil doen. En dat is bijzonder. Om in een groep te werken met mensen die gelijkgestemd zijn. In het orkest zijn het een heleboel vaste mensen. En dan komen er jonge mensen bij die één keer meedoen of nog wel eens vaker. En dat is natuurlijk ook leuk voor de afwisseling. Maar het is ook heel bijzonder om altijd diezelfde groep muzici terug te zien elk jaar. You can hear how well an orchestra works together by how it sounds. I mean, you can have a group of the most professional musicians, the best musicians, but if they're not enjoying playing, then you can somehow hear it. We voeden elkaar heel goed aan, dus dat zal zeker de kwaliteit verhogen. Ja, dat is fantastisch. Want dat is natuurlijk, als je begeleid wordt door mensen waar je zo op kunt vertrouwen, dan kun je ook zelf beter spelen. En dat is ook door alle jaren dat we hier al werken natuurlijk, dat je die zekerheid hebt dat zij gewoon echt heel erg goed zijn. Dus dat je daar alles, dat ze alles zullen volgen wat je doet, en dat is fantastisch. The whole orchestra, you feel after we finish, there's a few moments of silence always before everyone puts their instrument down. And during those 10 seconds, you can feel that there's still tension from the last notes of the piece. The very painful, of course, a very painful message from the piece. And for me, that's probably the closest that I will come to having a religious experience, yeah. Well, I'm Jewish. Regardless of anyone's religious standpoint, when you look at a piece like the Bach Passion, you're telling an incredibly intense story. And it's your job as a performer, regardless of your own beliefs, to interpret that story with as much conviction as you can. It's saying a fictional story like an opera is exactly the same process. It is not of my religious tradition, but there is a universal message in this piece. Dit wel. Er komen ook gewoon heel veel mensen die eigenlijk niet naar de kerk gaan, maar die vinden het gewoon een heel mooi stuk om te horen. Ja, ja. Sowieso. Er zijn denk ik ook genoeg solisten die niet eens christelijk zijn, maar dit wel zingen. Ja, omdat ze het mooi vinden. And that's the great thing about it. It's just as human as it is divine. I think that's actually the story, isn't it? Waarom raakt dat zo, hè? Ja, dat is het genie. Het is, je spreekt hier echt over een hele grote geest. Ja, wat is muziek, hè? Als je er open voor staat, dan kan het niet zijn dat je dat niet mooi vindt, dat het je niets doet.